Ton de Gans, we zijn vanavond in Café de Meester. Wat gebeurt daar? We hebben vanavond een van de twee inloopavonden rond het landelijk gebied. En dan met name over de ontwikkelingen die er plaatsvinden in de wetgeving rond ruimtelijke ordening. We zijn al een paar jaar bezig met het omgevingsplan landelijk gebied. En vanavond willen we daar de volgende stap in maken. En de bezoekers, het zijn er heel erg veel, ik denk wel 100, zijn in 6 groepen verdeeld en dan moeten ze op verschillende stellingen reageren. Klopt inderdaad, ja. Het is zoals we eigenlijk al wel gewend zijn in Zoeterwoude echt weer een hele mooie opkomst en betrokkenheid bij de onderwerpen. Wat we vanavond aan het doen zijn is dat er gesprekken gevoerd worden aan de hand van stellingen. Van wat vindt u daarvan belangrijk? Wat vindt u positief? Maar tegelijkertijd ook de vraag van waar zitten mijn bezwaren? Waar kijk ik tegenaan? Wat zijn eventuele risico's? En dan wordt vervolgens de uitdaging om te kijken van zit daar een rode lijn in die dan weer daadwerkelijk naar regels toe vertaald kan worden. En wat gaat de gemeente dan doen? Gaat u alles inwilligen wat de inwoners graag willen? Kan dat? Dat kan natuurlijk sowieso niet. Ook al zouden we dat soms wel willen. We zijn gebonden aan regels. We vinden het belangrijk dat er een goede ruimtelijke ordening plaatsvindt. Waarbij gezondheid ook van belang is. Waarbij initiatieven mogelijk worden gemaakt. Maar waarbij we wel degelijk rekening moeten houden met de omgeving. En niet alles kan. Ook qua geluid niet. Maar we willen dat wel vanuit de positieve grondhouding. Ja, mits, zoals dat genoemd wordt, gaan we dat benaderen.